Goedendag, beste kijkers, en welkom bij Klaagmuur TV. Vandaag hebben we het over de winstopzet van de farmaceutische industrie. Omdat diverse vormen van kanker volgens de reguliere geneeskunde als ongeneesbaar worden beschouwd, neemt men aan dat de farmaceutische industrie zich inspant om door medicijnen kanker geneesbaar te maken. Dit is echter absoluut niet het geval. Voor het jaar 2012 worden nieuwe medicijnen aangeprezen, maar ik citeer. Farmaceutische firma's trekken zelfs ontwikkelingen van veelbelovende preparaten in, omdat ze op grond van de langdurige testprocessen geen kans zien om winst te maken. In tegenstelling daarmee worden de van de farmaceutische industrie onafhankelijke, zeer werkzame biologische natuurgeneesmethoden verboden. Wat de farmaceutische industrie nastreeft is winst, niet de gezondheid van de mensen.